Mijn naam is Pieter Kooi, 33 jaar, directeur-eigenaar van Kooi Security en van Kooi Alarm Center en van Kooi Duitsland GmbH. Onze onderneming is specialist op het gebied van tijdelijke camerabeveiliging. Wij beveiligen tijdelijke bouwplaatsen of bouwterreinen door middel van cameratechniek. De cameratechniek die plaatsen wij op site en op het moment dat daar s'avonds of in de weekenden beweging gedetecteerd wordt, dan komt het alarm binnen in onze eigen 24/7 bemande alarmcentrale. En dan gaan wij analyseren wat is hier aan de hand op deze site. Vertrouwen wij de situatie niet, dan zorgen wij dat de opvolger aan wordt gestuurd of op voorhand de sirene afgespeeld wordt op site. Waaruit blijkt dat onze onderneming innovatief en inventief is, 7, 8 jaar geleden, waren er geen tijdelijke camerabewakingssystemen. Manbewakingspartijen die normaal gesproken op site stonden, hebben we vervangen door middel van techniek. Ja, en die techniek die wij toen op site plaatsten, dat was voor de klant natuurlijk een mooie kostenbesparing. Want je hoefde niet meer elke avond en elk weekend een persoon op site neer te zetten. Die kon het nu met techniek doen. En die hele innovatie is door het hele bedrijf heen al die jaren doorgegaan. Kansen en veranderingen in de markt is hetgene waar wij vol continu op inspelen. Dat is wat wij vanaf het eerste moment gedaan hebben. Op het moment dat de klant wenst dat je een grotere site in de detectie gaat zetten, ja, dan zul je daar weer een systeem voor moeten ontwikkelen wat weer het best mogelijk op de klantwens inspeelt. Dat een bepaald land heel erg in opkomst is, zoals meer naar het oosten van Europa toe, ja, dan proberen wij daar ook direct op in te spelen. Maar ook door bijvoorbeeld met andere producten te komen in totaal andere markten. Dus op het moment dat wij met de klant in gesprek raken en het blijkt dat hij behoefte heeft aan een andere manier van detecteren wat dicht bij onze kernactiviteiten past, ja, dan indien dat ook commercieel klopt, dan gaan we daar ook een product voor ontwikkelen en op die kans op die manier weer inspelen. Ja, internationaal zaken doen. Ja, vorig jaar, het jaar 2017, kwam bij ons 74% van de omzet uit het buitenland. 2016 76% uit het buitenland. In 2011, een paar maanden na oprichting van de onderneming, kregen we het eerste project al in Duitsland. Dus ook onze kansen, ja, die liggen ook echt internationaal. Wij zien echt Duitsland, Frankrijk en de UK absoluut als groeimarkt. Ja, de tip van de ondernemer voor mij, wat ik de laatste jaren echt heb geleerd, is blijf dicht bij jezelf. Ja, het klinkt cliché, luister naar je klant en speel op de behoeften van de klant in. Op het moment dat je dat doet met een product wat ook commercieel toegevoegde waarde heeft, ja, dan creëer je je bestaansrecht.